Voor onze rubriek Gezond de Winter Door nemen we je iedere week mee naar de A-vogeltuinen. Sanne en Arno waren er afgelopen zomer al op zoek naar de antwoorden op gezondheidsvragen met betrekking tot de winter. Gaat het een beetje? Sorry. Je houdt gelukkig je hand voor de mond, want als je dat niet doet, gaan die bacillen wel tot 6 meter ver. 6 meter ver? Nee, ik weet wel dat het 20 minuten in de lucht blijft hangen. Dus gevaarlijk, we gaan de winter weer in. Je kan je maar beter tegen wapenen. Ja, en Gwen weet daar het antwoord op. Gwen, hoe kunnen we ons nou het beste wapenen tegen die winter die eraan zit te komen? Nou, het beste wapen hebben we zelf en dat is onze weerstand. En gelukkig kunnen we die weerstand zelf versterken met bijvoorbeeld goed slapen, gezond eten, sporten, het liefst in de buitenlucht. En we kunnen onze weerstand ook versterken met een middel uit deze plant, de Echinacea purpurea. Ja, want we staan hier niet voor niks natuurlijk en het is zomer, want jullie gaan oogsten. Ja, over 2 weken dan is het hier helemaal kaal, dan hebben we alles geoogst. En dat oogsten we zeg maar binnen 2 uur. En dan hebben we ook alles vers verwerkt om zoveel mogelijk van die actieve bestanddelen in ons product te hebben. Mm-hmm. Dat dus kan helpen bij onvoldoende weerstand, griep en verkoudheid. De R zit in de maand en dan zitten de griepepidemieën eraan te komen, toch? Ja, dat klopt. Dus onze vraag aan Nederland is, in welke maand denkt u dat de griepepidemieën beginnen? Februari. Ja, februari, denk ik ook februari. Ja, denk ook. Februari, maart. Wow, ja, dat weet ik echt niet. Het komt op het weer aan, maar ik denk in de oktober. Als het zo nas koud is, is dan... November? Ja, de maand december is dé maand dat meestal de griepepidemieën starten. Dan zitten we wat dichter bij elkaar, is het kouder, dus blijft dat virus langer levend. En juist dan is het goed om je daartegen te wapenen. We moeten het voor zijn. Ja. Dus nou, dat kan heel goed met A-vogel echinavors. Mm-hmm. Dat helpt bij onvoldoende weerstand, griep en verkoudheid. En dat zijn tabletjes? Dat zijn tabletjes, ja. Okay. Ook druppeltjes kan bijvoorbeeld. Maar Gwen, je hebt nog een tip voor ons. Ja, heel veel mensen zijn bijvoorbeeld aan het hoesten of hebben een verstopte neus en gebruiken daar middelen voor. En daarmee pakken ze eigenlijk de symptomen aan van het virus. En wat eigenlijk een tip is, pak dan op dat moment ook het griep- of verkoudheidsvirus zelf aan met Avogel Echinavors. Dus u heeft het gehoord, goed slapen, veel rusten en als basis Echinavors.